staatscommissie zegt nu, we hebben wel degelijk een asielcrisis. Is D66 ook zover om die realiteit te erkennen? Nou ja, we hebben in heel Europa wel een asielcrisis. En in Nederland? Nou, in Nederland hebben we, vind ik, vooral een opvangcrisis als het gaat om vluchtelingen. En we hebben ten aanzien van arbeidsmigratie er veel te weinig controle. Maar waarom blijft u maar volhouden dat er geen asielcrisis is? Nou ja, kijk, ik ben zelf klimaatminister. En ik moest dan de afgelopen jaren was het, we hebben een klimaatcrisis, een stikstofcrisis, een asiel. We hebben nogal veel crisissen. Laten we gewoon met elkaar die problemen oplossen. Nou is zo meteen duidelijk waarom die asielcrisis niet opgelost is. Omdat D66 niet wilde. Omdat GroenLinks niet wilde, omdat de PvdA niet wilde. En dat is nog steeds zo. Nee, maar dan ga ik daar nog. U wilt niet eens erkennen dat er een groot asielprobleem is. Maar prima, weet je, dan noemen we het een groot asielprobleem. Dat kun je toch ook niet oplossen? Nee, maar ik ben het met u eens, er is een groot asielprobleem. We hebben namelijk de asielketen. Dat is de eerste keer. De asielketen, nee, maar. Na 12, 13, 14 jaar, de eerste keer dat dat toegegeven wordt. Okay. Nou, dat is volgens mij sowieso niet waar. Maar dit is ook een beetje een woordenspel wat volgens mij niet zo interessant is. Waar maken mensen zich druk om? Veel arbeidsmigranten in laagbetaald werk. Dan moet je dus veel beter kiezen welke economie willen we hebben. Welke mensen van buiten hebben we daar eventueel voor nodig? Maar wie ook niet? En als het gaat om vluchtelingen, dan is die buitengrens van Europa, die moeten we met elkaar veel beter bewaken. Veel sneller ervoor zorgen dat iemand weet, mag ik in Europa blijven of niet? Mensen die niet mogen blijven, die stuur je terug. Mensen die wel mogen blijven, die verdelen we eerlijk over het continent. En dan zorgen we ook dat ze de taal leren en dat ze kunnen meedoen. En dat zijn deels oplossingen die je nationaal moet invoeren, maar het zijn vooral afspraken die je in Europa moet maken. Dan heb je dus een Europese Unie nodig die ook goed functioneert. Waar u een groot voorstander van bent, nou ja, en u pleit voor een sterk wel dus Europa. Goed, ja, precies, maar een sterk Europa dat goed functioneert. En dat heeft de afgelopen jaren natuurlijk gewoon tekortgeschoten. Dus en dat is mijn oproep bewaken. Aan progressieve politici. U wilt wel grenzen bewaken, maar zeker. Niet de Nederlandse grenzen, maar de Europese grenzen. Exact. Maar als mensen door die Europese grenzen heen gaan, door 3, 4 veilige landen reizen en daar geen asiel vragen en vervolgens in Nederland terechtkomen, wat doet u dan? Ja, dan moet je dus met elkaar in Europa betere afspraken maken. Dat als iemand bij land A binnenkomt, dat we daar met elkaar ervoor zorgen dat daar goede registratie plaatsvindt. Dat je kijkt, mag iemand in die Europese Unie blijven of niet. En dat je dan ook met de Europese lidstaten met elkaar zorgt dat dan een goede spreiding is van opvang. En dat we ook met elkaar goede afspraken maken met landen van herkomst. Om ervoor te zorgen dat mensen die niet mogen blijven ook daadwerkelijk terug kunnen. Want dat was de afgelopen jaren natuurlijk ook te weinig. Mag ik even van grote politiek naar kleine politiek, tenminste, dat is ook nog steeds heel belangrijk. Gisteren zagen we bij het NOS-journaal dat Malik Asmani van de VVD, lijsttrekker bij de Europese verkiezingen, nu vicefractievoorzitter van de liberale fractie in Europa, waar u beide in zit, D66 ja. En VVD, die wil graag voorzitter worden van die fractie. En er zijn allerlei geluiden, en u schaarde zich in dat kamp, die zeggen, nou, weet ik eigenlijk niet. Omdat de VVD met de PVV wil samenwerken, vinden wij dat Asmani geen... Ik vond dat niet een heel liberaal standpunt, als ik zo ver mag zijn. Nou, dit is staande praktijk binnen de alliantie van liberalen en democraten in Europa. Dat als een van de leden van die fractie in het thuisland gaat samenwerken met extreme partijen, dan volgt er een onderzoek wat dat betekent en of dat zo'n partij dan wel binnen die groep thuis hoort. Dat hebben we in het verleden ook gedaan toen in Scandinavië liberale partijen met extreme populisten gingen samenwerken. Dus gelijke monniken, gelijke kappen. Dus dat zal dan ook voor de VVD gelden. Maar goed, dat weten we natuurlijk pas aan het eind van die formatie. Of dat de VVD ook daadwerkelijk met de PVV in het kabinet staat. Het is wel grappig dat de links-liberale club D66 dat die zich afvraagt of de VVD wel in die Europese fractie thuis hoort. Wij staan aan de basis van die Europese fractie. We zijn 3 keer zo groot als D66 nu, nog steeds in de Tweede Kamer. We hebben die Europese samenwerking, die Europese liberale samenwerking, die hebben wij helpen tot stand komen. Rutte is daar een van de grote voorvechters voor geweest. Dus om nou vanuit Nederland als D66 erover te gaan praten dat de VVD daaruit zou moeten worden gewerkt, nou, ik vind het ronduit belachelijk. Dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen dat er dus de afgelopen jaren ook steeds, en dat is ook terecht, dat liberalen, kijk, als je gaat normaliseren dat de extreemrechtse partijen maar alle ruimte moeten krijgen, ja, dan ben je dus als liberale partijen zelf ook verkeerd bezig. En ik zou heel erg hopen dat ook de VVD uiteindelijk weer terugkomt bij zijn echte liberale progressieve roots, zodat we ook met elkaar kunnen samenwerken, dat we samen de problemen van deze tijd kunnen aanpakken. Niks alle ruimte. En dat we niet, maar u kunt steeds door mij heen praten. Er zijn verkiezingen, geweest. Het is niet heel netjes dat u continu door mij heen praat. Ik heb net ook 15 minuten naar u zitten luisteren. U kunt wel blijven praten. Nee, maar dit is gewoon... Jetten, maak u zin af, alsjeblieft, dan kamp nog even en dan heeft u het laatste woord. Mijn oproep is aan progressieve en liberale partijen, ga terug naar je roots, kom met je eigen optimistische verhaal voor Europa en maak niet de fout dat je copy-paste kan doen van de extreme, want dan kiezen mensen uiteindelijk voor het echte alternatief. Dat zagen we ook bij de Nederlandse verkiezingen. Maar het is absoluut geen argument om moeilijk te gaan doen naar de VVD in een Europese liberale fractie. Ik denk dat D66 blij mag zijn dat ze deel mag uitmaken van die fractie.
De verkiezingen zijn begonnen. Het is we gaan een chique gesprek dit. Wat zegt ze? Het is wel een heel chique gesprek op deze manier. Nou, chique. Ach, ik weet het. Dus politiek. Maakt mij niet zoveel uit. We gaan het zien bij de verkiezingen op 6 juni. Mijn boodschap aan de mensen thuis is... als u gelooft dat we veiligheid, klimaat en migratie... voor de echte oplossing moeten gaan... dan kan het in Europa. En dan kiest u op 6 juni voor deze. De campagne is los. Dus er is thuis weer wat te kiezen straks op 6 juni. En meneer, ik zag meneer Otte 1 of 2 keer zuchten...